We zijn in Averbode beland bij Tim Schelling van... Line-up Muay Thai Kickboxing. Die twee sporten, hè, de twee vechtsporten waar je over spreekt, Muay Thai en kickboksen, is dat hetzelfde? De oorsprong is hetzelfde. De meeste vechtsporten zijn van oorsprong komen ze meestal uit Azië, hè, Japan. Nu, het kickboksen is wel later ontwikkeld, maar het oorsprongt eigenlijk van dezelfde familie. Maar het zijn qua competitief niveau zijn het twee verschillende sporten. Dus ook qua regels in de ring, hè, is het niet hetzelfde. Waar zit het verschil dan in, kort uitgelegd? Ja, dus op competitief niveau bij Muay Thai, hè, of het Thai-boksen zoals ze het zeggen, zijn andere wapens toegestaan, zoals ellebogen, knieën. Nu, er zijn ook kickbox-varianten waar knieën ook toe zijn gestaan, maar in Muay Thai is het voornamelijk knieën, ellebogen en de clinch dat het verschil is tussen de twee. De clinch is als twee vechters in elkaar hangen, zoals bij traditioneel boksen komt de scheidsrechter ook break roepen. Bij het Muay Thai komt hij er niet tussen en hij mag doorgeclinched worden. Nu bij het kickboksen is dan weer ellebogen die mogen niet meer scoren. En in de clinch komt de scheidsrechter u sneller uit elkaar. Dat is in kort samengevat het verschil tussen Thai-boksen en kickboksen. Ja. Geven jullie die lessen hier samen of worden die ook opgesplitst in verschillende dagen? Nee. Dus we hebben een volwassen trainingsschema, hè, dus een volwassen groep, die is nu bezig zoals je waarschijnlijk ziet en hoort. En dan hebben we de jeugd. Nu, Muay Thai kickboksen, omdat het zo dicht bij elkaar ligt, hè, en ook onze competitieve jongens vechten soms ook op K1-wedstrijden, zoals ze het noemen, kickboxregels, omdat de tegenstander niet graag clincht of niet thai-boxt of iets. Maar het ligt zo kort bij elkaar dat we eigenlijk elke training zit het erin. Daarom ook onze naam ook als club, Line-up Muay Thai-kickboxen. Ja, ja. Hoe lang bestaat de Line-up? Al sinds 2000. Nu, oorspronkelijk is de club van, als ik me niet vergis, Schoonder Buken. Ook een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. Opgericht door drie andere leden in de tijd. Nu, ik gaf op verschillende clubs les. Ook in Diest, in Turnhout heb ik getraind. Ik ben zelf ook in Nederland en Thailand gezeten. Ik gaf ook bij Line-up gaf ik af en toe training op vraag als ik er langskwam. Want uiteindelijk is dat zo gevarieerd dat ik toch mijn eigen club wou opstarten. En de oorspronkelijke voorzitter en een van de clubs zei, ja, bij ons zit het er de passie niet meer zo in. Zou je daar niet in zitten? En dan heb ik de naam gehouden uit respect, de Line-up. Wel een eigen logo van gemaakt. En we zijn dan ook in Averbode beland. Maar sinds 2000 bestaat de club al. Nu, ik persoonlijk ben met de club bezig sinds 2011, 2012. Dus ook al iets meer dan 10 jaar. Ja. Ja, je hebt zelf dan in het buitenland gezeten. Dus ik veronderstel dat jij zeer ervaren bent binnen de sport. Ervaren, ja. In welk opzicht is een andere vraag. Maar ik ben daar al jongs af aan met vechtsport begonnen. Ik ben ook in wedstrijdniveau. Ik heb ook wedstrijden gedaan. Nu, er zijn natuurlijk niveaus en klasses in die sport. Maar er is ook veel veranderd in de laatste jaren in de sport. Het is veel professioneler geworden. De structuur, ook de wedstrijden zijn veel. In mijn tijd was het nog iets anders. Maar ik heb wel ervaring, ja. Ik heb in Nederland gevochten. Ik heb in Thailand gevochten. Ook in België nog gevochten. Ja, dat wel. Ja. Zijn hier nog andere lesgevers buiten uzelf? Ja, we hebben wel een paar assistenttrainers nu. Op het moment neemt Milan, dat is een van onze wedstrijdvechters, ook even de training over. Die jongens kennen het, die zijn ervaren, die kennen onze flow hier. Maar ik heb nog een assistenttrainer, Steve. Ook een ex-zwarte band judoka, ook lesgegeven. Ook een vechtsporter, zeg maar, een martial artist, die neemt af en toe wel over. Ja. Maar voornamelijk ben ik het. Ja, dat is eigenlijk iets wat ik vaker zie terugkomen. We zijn nu al op een aantal plaatsen geweest waar ze vechtsport beoefenen. En het valt op dat vaak verschillende soorten van sport wel gecombineerd worden door mensen of atleten die bezig zijn met vechtsporten. Ja, dus de vechtsport, zoals gezegd, de oorsprong, het doel van vechtsport is eigenlijk een beetje hetzelfde. Nu, je hebt natuurlijk op competitief niveau andere regels. Hè. Maar ik heb zelf ook karate gedaan, de jong af aan. Ik heb ook taekwondo gedaan. Ik heb ook, terwijl ik nog thai-boksen of kickboksen zelf ook nog wedstrijden deed, ook nog ben ik wel gaan jiu-jitsu of wat worstelen in Leuven. Het MMA wat we kennen nu, hè, de UFC, ook met media en meer in de mainstream. Dat trekt dat aan. MMA staat voor Mixed Martial Arts. Nu, je hebt twee werelden in mijn ogen. Dat is een beetje het grondgevecht. Dat is wat grappling, zoals ze het noemen, of jiu-jitsu klemmen. Je hebt het rechtstaande gevecht. Dat is trappen en stoten. Dat was karate, boksen, kickboksen, thaiboksen. En dan heb je het midden daartussen. Dat is de interactie tussen rechtstaand vechten en grond. Dat is worstelen met takedowns of judo. Dus het zit er al in. Nu, thaiboksen of Muay Thai, les van mij geven, is puur rechtstaande. Nu, het aspect van Muay Thai dat er nog geclinched mag worden, brengt natuurlijk wel wat worstelen met zich mee. Maar rechtstaand is het in mijn ogen, en dat is ook de reden waarom ik het denk ik op vroege leeftijd uiteindelijk ben gaan beoefenen, is het de compleetste rechtstaande vechtsport. Omdat je mag trappen zoals een taekwondo, je mag boksen zoals een traditioneel boksen, je mag zelfs sweepen, dat is wat noemen, vegen, hè, in rechtstaand. Je mag ook wapens gebruiken zoals ellebogen en knieën op hoog niveau. Dat is
kampsport. Maar qua rechtstaande striking sport, en dat is denk ik de reden waarom heel veel MMA mensen het kickboksen gaan leren of het thaiboksen, is het in mijn ogen de compleetste rest. Ja. Waar moet een goed kickbokser over beschikken en over welke eigenschappen? Oh, dat weet ik zelf nog niet. Allee, ik coach zelf jongens, jongens die heel succesvol zijn, binnenkort zelfs voor titels kunnen gaan. Maar ja, dat is, de sport is in veel opzichten heel complex en in heel opzichten heel simpel. Want het zijn wel atleten, daar ben ik ook blij. We hebben ook erkenning nu door Sport Vlaanderen. Want vroeger werd het meestal geassocieerd met de stoere portieren. Of, ik zeg maar iets, hè, in die tijd. Hè. Terwijl de jongens die het echt op topniveau doen, Milan is ook zo iemand die jongen bijna daar is, hè, of het goed bezig is. Hij heeft juist zijn bachelor gehaald. Dat is een slimme jongen. Nu in de ring is dat natuurlijk met blote schenen op dat niveau al. En het gaat hard, en dat zal ik niet ontkennen. Maar we zijn gelukkig al merendeels uit dat beeld van het zijn allemaal gekken die op elkaars hoofden slaan. Nee, het zijn atleten. Die jongens laten er veel voor over. Die kunnen misschien niet naar de discotheek gaan of drinken. Allee, het zijn trainen, 6 keer per dag op je voeding. Maar wat maakt een goede vechter? Ja, er is zoveel. Dat kan. Is hij gedisciplineerd? Is hij sterk van natuur? Is hij technisch heel goed? Dat maakt het ook zo mooi, want iedereen heeft zijn eigen stijl, gaat ook zijn eigen stijl ontwikkelen. Maar het blijft een harde sport, maar het zijn wel atleten die de ring betreden. Niet alleen maar het gekke. Jullie hebben hier waarschijnlijk zowel een recreatief als een competitief aanbod voor. Ik veronderstel dat toch? Wij trainen, zoals gezegd, we hebben 2 groepen. Dat is de volwassenen, die zijn nu bezig. En dan de jeugd. Maar de wedstrijdjongens trainen nu ook mee met de groep en de recreanten ook. Maar bij ons is wel, we zijn een kleine club hier. Iedereen is hier welkom. Maakt niet uit welk niveau. Je ziet, we hebben ook dames mee trainen enzovoort. Natuurlijk is er, als het wedstrijdjongens zijn, of worden er hier individueel 2 groepen gericht. Een groep gaat daar trainen of een groep gaat hier trainen. Omdat, ja, de wedstrijdjongens, dat is een niveauverschil. Maar ik blijf ook erbij, en dat probeer ik ook iedereen te leren. Het zijn de mensen waar je mee traint in een groep die je beter maken. Ook in deze sport. Want een bokszak alleen en een YouTube-video, daar ga je misschien wel ergens geraken. Hè? Maar het zijn de mensen om je heen die je pushen. Dus het is ook goed dat de gevorderde jongens met de minder gevorderde eens een keer trainen. Want je pikt van elkaar op, je leert van elkaar, je pusht van elkaar. Natuurlijk, het is een eenzame sport op het moment dat je die ring instapt. Want ik moet dat niet doen, die jongens moeten dat doen, gelukkig. Maar om daar naartoe te geraken, er is veel meer dan... Het is een teamsgevoel, hè? Elkaar klaarstomen. Hè? Dus het is goed, we hebben een aanbod voor iedereen. Dus jongens die wedstrijden willen doen, welkom. Mensen die recreatief willen trainen, ook welkom. Niks moet, alles mag. Op welke dagen trainen jullie? Maandags, woensdags en zaterdags. De jeugd 2 keer per week, de volwassenen 3 keer per week. Nu, de wedstrijdgroep gaat nog apart trainen. En jongens die echt serieus zijn met de sport gaan op andere clubs trainen. Het mooie is, we hebben 1 bond in België, 1 federatie. Dat is de Belgische Kickbox MMA en Muay Thai bond. Dus elke Kickbox MMA of Muay Thai school is officieel aangesloten bij die federatie. Er is maar 1. Dus ook als je ergens anders traint, ben je verzekerd of ben je mocht dat. Natuurlijk is een lichamelijke verzekering, dat is een licentie zoals wij het noemen bij de bond. Dat is niet duur, maar die is verplicht. Mocht er eens iets voorvallen, ik heb de raarste dingen al gezien. Uw enkel gewoon omslaan met iets stoms. Het is niet alleen maar blauwe ogen en bloedneuzen en dit, nee. Maar nee, we trainen 3 keer per week, 2 keer per week jeugd. Iedereen is welkom. En waar kunnen mensen u bereiken of de club bereiken? We hebben een website, dat is gym-line-up.com. Ook als je line-up Avenbode ingeeft, normaal in Google. We hebben ook een Facebookpagina, Instagram, alle sociale media, normaal doen we. Mijn telefoonnummer, e-mail, telefoonnummer zal ik ook kunnen zeggen, dat is 0494-898144. En ons e-mailadres is line-up@hotmail.be. Dus vragen, shoot. Ja. Dan misschien nog een laatste vraagje, dat doe ik regelmatig. Ik laat de geïnterviewde afspreken met een boodschap richting de camera, waarom dan mensen hier eigenlijk lid zouden moeten worden van deze club. Het is, zoals gezegd, het blijft een contactsport. Hè? Dus het is goed om je frustraties los te werken. Hier komen mensen, je ziet ook een weegschaal staan. Want onze wedstrijd gaat bij gewichtsklasses, gelukkig maar. Want je hebt zware gewichten en noem maar op. Dat is een reden voor waarom dat daar is. Hè? Het moet ver blijven. Sommigen komen om wat gewicht te verliezen. Anderen om hun wat beter zelf te verdedigen. Het is een full body workout. Je krijgt echt waar voor je geld. Je voelt misschien spieren die je nooit gevoeld hebt. Omdat het, zoals gezegd, full body is. Je gebruikt echt alles. Dat zou ik... is denk ik een goede reden om hier te komen. Maar nogmaals, iedereen zijn reden waarom die sport komt doen is anders. En dat mag ook. Iedereen is welkom. Maar het is een full body workout, dat wel.
Dan wensen wij jullie nog veel succes. Bedankt voor het interview. Dankjewel.